Vertel me. Ja, dit oor. Ja, ik zie het. Ik hoor, we gaan zo racen. Oké, Pep, nu racen. Goed dan. Goedemorgen allemaal en welkom terug bij de nieuwe video. Vandaag een iets andere video dan normaal. Vandaag ga ik namelijk vloggen. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, behalve als ik op vakantie ga. Maar ik dacht, laat ik het eens proberen. Mijn vader zit nu even naast me te rijden, zodat ik kan filmen. Maar we gaan zo meteen dus even naar Rotterdam, naar Gio. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst nog even naar het ziekenhuis. Want ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb een paar plekken op mijn gezicht. Hiero bij mijn neus. En ja, bij mijn voorhoofd ook wel. En dat was dus gisteren tijdens het boksen gebeurd. Alleen dat is niet de reden waarom we naar het ziekenhuis gaan. De reden daarvoor is namelijk mijn oor. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Als jullie het niet goed kunnen zien, komt hier de foto. Hier dus twee foto's van hoe dik mijn oor was. Zoals je ziet, was die helemaal opgezwollen. Maar dit oor, vergeleken met dit oor, is echt een stuk dikker. En dat was dus ook tijdens het boksen gebeurd. En ik ging even op internet opzoeken wat allemaal kon zijn. En toen las ik iets over een bloemkooloor. En als je dat dus niet snel behandelt, kan het ernstig uit de hand lopen. Dus daarom dat we nu even naar het ziekenhuis gaan, want het is zaterdag en de huisarts is dicht. Toch? Ja. Maar ja, zoals je ziet, we zijn gewoon hard aan het werk om iets wat te kunnen klappen. We zijn dus gearriveerd en we wachten nu in de wachtkamer. En dan krijg ik zo waarschijnlijk te horen of ik iets heb. Zo, vertel me. Ja, dit oor. Ja, ik zie het. Ik vroeg me af of dat dus dat in een bloemkooloor ding was. Nee, het is nog steeds niet bloemkooloor. Maar hoe heb je het gehad? Ja, een klap op de tweede klap. Tweede klap. Wat gisteren? Ja, gisteren. Ja. Gisteren. Kom je even daar zitten? Oké, ja. De hand is vrij. Mond openen. Zo, is niet pijnlijk. Wat is het? Klein hematoom, bloedstorting, okay. Maar niet de bloemkool oor. En als die rand van die oorschelp ook opgezet, pijnlijk, dan direct aan de bel trekken. We hebben goed nieuws, het is geen bloemkool oor, het is dus wel een, wat zei hij, hematoom? Ja, hematoom of zo, dat is dus gewoon een bloeduitstorting, een inwendige bloeding. Maar het is geen bloemkool oor en daar ben ik super blij mee, want dat is echt fucked up blijkbaar. Want dan krijg je gewoon blijvende schade aan je oor en dan blijft je oor gewoon misvormd. Dus ik dacht, stel, dit zou voor altijd blijven. No, man. Eventjes later. Oké, dan. En nu zijn we van plek gewisseld. Nu zit ik achter het stuur. Mijn vader zit nu gewoon thuis en wij gaan richting Rotterdam. Ik heb daar ook afgesproken met een vriendin van me. Alleen, ik heb nu eigenlijk geen idee waar ik heen moet. Dus even bellen. Hallo, Ling. Babe, waar moet ik heen? Naar de schaatsbaan van Rotterdam. Ziezo. Doei, babe. Oké, doei, babe. Nou, mensen. Blijkbaar gaan we lekker schaatsen. Ik zie jullie zo. We zijn dus aangekomen bij de schaatsbaan. En ik zie al gelijk wat mensen. Babe. Stel eens al voor. Hoi, ik ben Milou. Dit is jouw kaart. Ja, dit is mijn kaart, thanks. Ja. Je loopt er dan doorheen. Je moet scannen. Hi, goeie. De schaatsen zijn gehuurd. We gaan ze nu aantrekken. Oh ja, stel jullie jezelf eens voor. Hoi, ik ben Lenny. Dit gaat goed komen, dit gaat goed komen, mensen. Yes, you can do this. Ja. Nou mensen, zoals jullie zien, het komt helemaal goed. Ik heb dit onder de knie. Sven Kramer in de building. Ik hoor, we gaan zo racen. Oké, Pef, nu racen. Goed dan. Oh, Dave, Carlo, snel. Zo'n zeehond en dan gaan we daarop zitten, maar we moeten wel even zo'n zeehond zien te kapen. Eventjes later. Kijk, deze boys gunnen ons even hun, wat is het eigenlijk? Een zeehond. 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 Thanks boys. Milou, we gaan crashen. Milou. Ah, Milou. Ik vind het niet leuk. Oké, doe scheks. Hoor dit. Oké, mensen, ik zit dus weer in de auto. We zijn klaar met schaatsen. Even mijn jas uittrekken. Oké. Alright, die chicks zijn dus even naar huis. Ze gaan zich omkleden, alles. In de tussentijd ga ik even naar Gio, want ik heb hier eigenlijk helemaal niks te doen in Rotterdam. En daarna gaan we in de avond nog gezellig sushi eten met z'n allen. Dus ja, ik zie jullie zo bij Gio. Oké, en hier zijn we dan, mensen, in het huis van Gio. Die mij 30.000 uur lang buiten laat wachten, omdat hij zat te slapen. Ja, maar sorry. Oh, en hier hebben we de boy Shaquille. Wat dit? De domme haartjes. De domme koep. Is dit Troye Sivan? Ai. Is dit Busy? Ai. Oh, dit. Ai. Zeg eerlijk, maar ik vind het nu wel... What?
Niet vallen, hè? Sorry, bro. Zeg eerlijk, ik vind het nu al lauw, man. Ja? Ja, man, ik zeg eerlijk. Ja, we moeten nog een beetje gel in, man. Helemaal duf. Kijk, je ziet toch geen verschil. Oké, mensen, op dit moment staan we dus in de lift, want we gaan naar wat vrienden van Gio toe. Die blijkbaar ook een huis hebben hier in de buurt. En blijkbaar is het heel dik, dus ik ben benieuwd. Wacht, dat is verkeerd. Oh, wacht, welk nummer is het? Ja, als het goed is dit het wel. Ik denk wel dat dit het is, man. Ja, dat is het. Ai. Dubbele vlogs! Dus dit is de verbeterde versie van Gio's appartement. Hoe dit? Kijk Gio, zo moet je juist inrichten. Oké, ik woon er net. Deze inrichting, ik zeg je wel man, is wel kaolo nice. Dit is echt fat, joh, kijk. Oh! Oh ja, dit is wel lijn man. Hoe dit? Gewoon sterren. Ik zit hier gewoon aan het water. Verder iedereen aan de champagne. Healthy lifestyle boys. Oké, op dit moment zijn we dus weer terug in Gio's huis. En Gio is het een livestream, maar dat gaat er zo aan toe. Omé! Hey! In ieder geval, ja, hoi hoi, ik zie iedereen allemaal hoi sturen, nice haar. Ik weet niet of je het over mijn haar hebt, maar... Oké, neem maar goed jongens, ik ga nu de livestream van Gio verlaten. Want ik ga nu dus even sushi eten met de chicks van eerder. Ik weet nog niet waar, maar ik ga ze nu ophalen. Ja. Nou, kijk wie bij ons weer in de auto zit. Wat lachen jullie? Wat lachen jullie? Film even die kant alsjeblieft. Oké, links dit. Oh, oh shit. En Nou mensen, rijden met Hanwee, let's go. Juist, beter, beter. Ja, goed zo. Babe, schatje. Schatje, babe. Echt goed gedaan van jou. Maar zoals jullie zagen, het inparkeren ging echt super goed. En wij gaan nu even sushi eten. Nee jongens, we komen aan bij het restaurant. Is natuurlijk niet gereserveerd, dus guess what? Maar nee, we hadden dus geen reservering en nu moeten we een kwartier wachten. Eventjes later. Wij gaan hier iets raars halen, wat je dus in je mond moet stoppen. Dus ik ben benieuwd. Dat is normaal met eten. Ik vind het een beetje spannend. Dat gaat dus in mijn mond, besef. Wat is het eigenlijk? Ik heb geen idee. Popcorn. Oh, popcorn. Is het popcorn? Oh, dat is ook koud. Ja. Niet van de bodem gepakt. Oké, dat is top. Van de karton pakken. Ja. Oké. De bodem is wel koud. Ja, boys, ik pak geel, net zoals mijn huiskleur. Wat matchen wij. Wat gebeurt er als je mond niet open? Ik ga mijn mond even niet open doen. Je kan ook alleen van je neus doen. Ja? Dus ja, gewoon je mond dicht houden. Ja, okay. Dan moet je neus uitblazen. Nu lijkt het echt op het. Ja. We gaan de twee tegelijk doen. Moeder. Ja? Nou, dat is dus dit. Goed verhaal weer. Zo sushi eten. Ja. Nou mensen, kijk, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Super romantisch dit. Oh, oh. Nou dames, heeft het gesmaakt? Heerlijk, ik heb genoten. Wel ja, goed mensen, we gaan nu weer terug naar Gio, dus dan zie ik jullie daar. Oké, okay, leuk verhaal. Ik haat jou. En Milou zou mijn camera eventjes vasthouden, maar in plaats daarvan deed ze hem mogelijk aan. Dus hier wat beelden waarvan niemand wist dat ze waren gefilmd. Oh, Sammy. Je bent er al. Waarom de gaslijn? Want ik ben allemaal geen 21. Ja, wij zijn ook vastrijden. Achter de camera. Ik zou zeggen, Gio's huis. Achter de camera. Hij staat op. Oh. En ja hoor, we zijn in Gio's huis. Eigenlijk, ik lig in Gio's bed. Maar dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, we zien jullie later. Yo.